alternatieven die u aan kunt dragen? Geen, want een alternatief voor een gesloten wijkcentrum betekent voor het Wendmolenbroek dat er geen andere accommodatie beschikbaar is. Help ons wijkcentrum Molenwieken dreigt te verzuipen. Wat bedoelt u daarmee? Daar bedoelen wij mee dat de gemeente Almelo op dit moment bezig is om een inventarisatie te maken van die wijkcentra die in haar ogen niet voldoende functionaliteit bieden, dan wel te prijzig zijn wellicht, om te kijken dat ze die kunnen sluiten en activiteiten die daar plaatsvinden naar elders te verhuizen. Dat zou betekenen dat voor de wijk het Wendmolenbroek de enige activiteitencentrum het Molenwiek gesloten gaat worden. Alle bewoners van onze grootste wijk van Almelo gedwongen worden elders hun heil te gaan zoeken. Waarvan wij vinden dat dat in grote lijnen een onverkwikkelijke situatie is. Gezien het feit dat er dan kinderen 's avonds over straat moeten. Ouderen die eventueel met een rollator of wat dan ook naar elders moeten. Naar de driehoek, naar andere wijken. Wat wij volstrekt onacceptabel vinden. Waarbij ook nog eens komt dat een aantal activiteiten die georganiseerd wordt niet elders georganiseerd mogen worden vanwege juridische of anderszins onmogelijke toestanden. Wij hebben van de gemeente een voorlopig conceptonderzoek ontvangen. Dat hebben wij gelezen. Daar hebben wij in onze wijksite en wijkkrant hebben we daar bericht van gedaan. Dat daar pertinente onjuistheden in staan. Waarvan wij verwachten dat die door de gemeente in ieder geval gecorrigeerd gaan worden. Op basis waarvan dan de juiste conclusies op de echte feiten en niet op fake feiten worden genomen. Het politiek café is ten einde. Het gaat vanavond over wijkcentra. Wat zijn uw bevindingen van deze avond? Ja, het schokkende is dat de cijfers die ons als gemeenteraad gepresenteerd zijn, die worden heel erg aangevochten door de verschillende wijkcentra. En het is niet één wijkcentrum wat dat doet, maar eigenlijk allemaal. Er zaten er hier vanavond, als ik het goed geteld heb, een stuk of 6, 7... die allemaal hetzelfde probleem hebben dat ze zeggen, de cijfers die jullie zien zijn niet correct. Nou, dat is echt, want wij moeten ons baseren op dat soort gegevens. De rapporten die verstrekt worden, daar zit heel veel foute boel in. Ik heb wel het vermoeden dat de gemeente zit te werken naar één doel. En dat is het sluiten van een aantal wijkcentra om te besparen. Nou, dat is niet de opdracht die wij als raad gegeven hebben. Wij hebben als raad hebben gezegd van ga kijken naar het onroerend goed van de gemeente. En dat wordt heel anders vertaald door het college. En dat is niet correct.